Step. Nah. Oh, sorry, Akos. Bro, kijk goed om je heen, vriend. Jongen, mensen, super, super, super. Genoeg hiervoor dat je mijn kanaal Games Real. In deze video, jongens, zoals je ziet, spelen natuurlijk met de Tier 100 skin. Van Season 8 natuurlijk. Ik dacht van, weet je, scheid, we hebben deze skin. We gaan er gewoon een keer mee spelen. We hebben de zwarte versie al in lock. Dus, hey, let's fucking do this, man. En we gaan gewoon lekker naar het hondenhuisje toe. En ik ben benieuwd of we in Retro best wel veel kills gaan oppakken, man. Even kijken, komen er veel mensen? Nou, valt wel mee. Ik denk een stuk of 4, denk ik. Max als die mensen. Nee, die gaan allemaal weg. I don't know. We gaan in ieder geval zien of we veel kills kunnen gaan pakken. Deze guy gaat in ieder geval niet naar mijn huisje dan, hoor. Ben jij gek? My house now. Oké, groene tech, groene tech, groene tech, groene tech. Alright, chill. We hebben in ieder geval ja, dat vind ik ook, ja. Alright, ik denk dat ik gewoon maar die kill ga pushen. Niet veel praten, gewoon daden verrichten, denk ik. Die kill is denk ik in dit huis geland of niet? Hallo, ben je hier? Nee, ik dacht dat hij in dit huis geland was. Oké, helaas niet. Oké, er landt nu wel iemand. Wauw, oh, ik heb 4 SMG's, lekker man. Wat is dit? Is dit nou een enemy met een wapen of landt hij hier gewoon random? Oké, hij heeft wel een wapen. Dan weten we dat. Hoe gaan we dit doen? Zit hij nou binnen? Zal ik hem gewoon pushen? Zullen we het gewoon doen? Oké, let's go. Fuck it. Waar zit die kerel dan? Vriend! Huh? Ja, hij zit er weer buiten, hè? Gast. Dat is 1 hit in ieder geval. Hallo vriend, hoe is het? Hij is echt weak. Fuck it. Oh my god. Awkward. Oh my god, we worden volgepompt. Oké, de kerel zit mok ver. Ik ga door het raampje. Oh shit. Oh, die manoeuvre. Oké, ik word helemaal volgespreid hier. Volgens mij zitten hier nu 2 mensen. Alright. Lekker druk dus. Oké, er zitten veel meer. Oh, hij heeft weer shield gekregen. Kutzooi. Oké, ik blijf een beetje op afstand nog. Er zitten namelijk genoeg mensen hier nog. Ja, hij is echt weak. Hij heeft geen shield meer. Er komt nog iemand aan. Yo, die knaap is echt one shot. Hij is ook weak. Bep, dank u wel. Alright, die kerel die weg is gegaan. Zou ik achter hem aangaan? Ik denk het wel. Neem die mee, neem die mee. Hoppakeetje, yes sir. Alright, nou dat was het alweer. 2 kills. Oké, maar dat was het alweer. Wat lul ik trouwens. Oké, ik denk dat we gewoon moeten pushen. Fuck it. Zat er nou nog iemand ergens? Nee, die guy is weggegaan. Ik denk het niet, man. Ik denk dat dit een beetje is. Oké, fuck. Zit hij nou daar binnen? Ja, oké, nice. Frida, come and get you. Bep. Oh my god. Hij is dood? Oké, chill. Die kerel valt gewoon dood. Ik was helemaal gefocust op die guy daar, jongen. Vriend, wat ga je doen? Wat ga je doen? Links, rechts. Kom dan, alsjeblieft. Zou ik het gewoon doen? Fuck it. Hoppakee. Oké, chill. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Die relaxed houden. Gast, kijk onze kills. 4 kills in retail. Ik zei ook volgens mij 4 kills. We gaan lekker, man. Holy shit. Ik had niet verwacht dat iedereen zo easy... nou, te killen viel. Nou, oké. Dat kost wel even moeite, maar... gaat relax, man. Dit ging chill. Die kerel trouwens met die ballonnen. Kerel, je was zo weak. En dan ga je met ballonnen. Ja, dat is ook niet heel erg slim van je. Alright, ik zie daar nog minis. Ik denk dat we die kerel met die ballonnen ook zo meteen maar even gaan looten. En dan was dit denk ik retail weer, jongens. Holy shit, dit ging wel soepeltjes, man. Ik zeg je eerlijk. Relax, zeggen we dan. Wow, dit ging nice, jongen. Oké, chill. Groene, ja, dankjewel. AK is altijd fijn. Minishields op zak. Chill, alright. Let's go. Oké, die kerel met die ballon ging bij dat huis ergens dood, dacht ik. Ik denk dat we de loot wel ergens kan vinden daar. Waar ligt het? Oh ja, hier. Oh, chill, relax. Blauwe AR. Oké, ik neem het mee. Fuck it. Ik weet niet of het beter is, jongens. Ik heb geen idee. Het is gewoon een gokje, zou ik maar zeggen. Ik heb werkelijk echt geen idee welke chill is. De groene AK of een blauwe AR? I don't know. We moeten maar gewoon zien. Ik hoop dat ik geen spijt van krijg dat ik de blauwe AR heb gekozen. In ieder geval, even wat mes hakken. De auto's staan hier toch even. Weet je, kijk, dan krijg ik toch weer iets van ijzer erbij. 33 ijzer is gewoon lekker om erbij te hebben. Want kijk, hout, weet je. Eerst had je altijd 999 hout wat je kon krijgen. Nou, toen was het, dat was gewoon prima, dat was genoeg. En nu, heb je natuurlijk veel minder. Dus je moet eigenlijk wel echt stacked met alles bijna max wel ervan tussen gaan. Wil je een hele erge buildfight aan kunnen gaan. Dus ik ben wel van plan om gewoon lekker, als ik de kans heb, om wel steen en ijzer mee te nemen. Dus daarom
Toen gingen we daar even een auto wegjakken, hè. Oké, daar zitten 100% mensen. Ik heb zo'n gevoel dat bij Dusty echt nog mensen zijn te vinden. Dus ik denk dat ik gewoon zo'n hoverboard pak. En dan gewoon, hup, in één keer er naartoe gaan. Want hier is niet zoveel mensen te vinden. Ja, dit is een beetje trash. We kunnen niet zoveel... Let op, hè. Verse snipe ooit van mijn leven. Oh. Zo jammer dat die kerel net weer een stapje verder ging. Zoals je ziet, jongens, zit er... Zal ik het doen? Ik wil het proberen. Ik wil het echt proberen. Fuck, houden. Als ik die kerel ga snipen, ik word gek, hè. Hij gaat zo meteen pieken. Oh, een hit, hè. Een hit. Dat is al heel wat. Holy shit, gast. Die kerel zit daar. Oh, wat lijkt me dat zo vet om die kerel een headshot te geven daar. Helaas maar, fuck ouwe, hè. Dat was wel een hit gewoon, jongens. Holy shit. Ja, nu gaat hij niet meer pieken. Ja, dat helaas. Dat was onze kans, jongens. Er zit het... Oh, what the fuck was dat voor geluid, jongen? Zit hier iemand beneden? Ik dacht dat iemand van de berg afgleed of zo. Oké, vet raar. Nee, volgens mij zit hier niemand. Oké, dat was heel apart. Nee. Huh? Oh, dat is denk ik als ik inzoom met die sniper. Yo, oké, ik vind dit doodeng. Ik ga hier weg. Ik vind het helemaal niks. Het lijkt echt alsof ik iemand hoorde daar steeds. Ah, fuck. Ik ga er maar gewoon heen. Let's go. Laten we niet zoveel treuzelen. Nee, ik wil die kerel snipen, maar Nah, dat gaat niet lukken. Fuck it. Neem gewoon de hoverboard en we gaan er gewoon heen. Let's get it. Alrighty then. Woehoe. Ja, hun zitten daar lekker te fighten. Ik ga lekker mee bemoeien, hoor. Kom maar door met de killetjes, zeggen we dan. We zijn full HP. We hebben goede guns. Dus let's get it, ouwe. Ik wil alleen nog wat kills erbij. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog nodig heb. Dit is gevaarlijk. De oversteek, maar fuck it. Oké, hij zit daar niet. Jawel, hij zit hier wel. Hij zit onder mij. Ik kan niet hakken. Wat? Holy shit. Dat is hier. Lekker. Heavy sniper, zo chill daarvoor, jongen. Oké, volgens mij zitten er meerdere mensen dan één hier. Oké, deze guy kan er wel wat van. Oh, die lag soms, jongen, met bouwen. Waar is de gast? Bro, where you at? Deze guy, vriend. Zo irritant. Oh god, deze man. Steps. Oh, get lasered. Get lasered, my dude. Nice, holy shit. Ik moest heel even concentreren, jongens. Oké, de blauwe AK, die neem ik wel mee. Oké, we got him. Ladies and gentlemen, we got him. Ik dacht dat hij wel met iemand anders nog in fight was hier, man. Maar ik, I don't know waar die kerel is gebleven. Yo, even serieus. Die edits mogen wel even wat chillen gaan. Alright, oké, laten we maar gewoon naar beneden gaan. Dit is een beetje hectisch om zo hoog te blijven zitten. Die edits, man. Ik heb dat nog steeds. Dat gewoon nog steeds niet heel erg soepel loopt bij mij. Alright, pak je hout erbij. Huppakeetje. Lekker snipekogels. Ja, prima, man. Oeh, daar wordt ook gebouwd hier. Er zijn nog meer mensen hier, hoor. Oké, de drukte is nog niet voorbij. Sorry, vriend. Oh, wat kut. Hij wou die chuck innemen. Sorry, bro. Ik hoor nog meer schoten, man. Yo, iedereen is overal aan het schieten. Hier zijn veel mensen aan het fighten, man. Maar we moeten wel zo weg. Ik ga heel even snel nog naar die kerel die die chuck net in wou nemen. Even zijn loot nakken. Oké, daarna, ja, ik weet niet, ik kan wel, ja. We zijn ook allemaal aan het fighten, ja, verdikken me. We moeten zo meteen wel naar de safe gaan namelijk, dus daarom kan ik niet heel lang hier blijven. Maar ik neem even deze mee, huppakee. Zit daar nou nog iemand dan? Ja, kut. Die kerel heeft gewoon mijn loot lopen nakken daar, wat een grappen maken. Die loopt nu, huh? Waar is die gast nou? Hè? Die liep toch hierheen? Ik dacht dat hij hier zo liep. Waar de gek is die guy? Huh? Oké, nou ben ik even helemaal van de kaart. Wat de hel, hè? Is die kerel weer teruggelopen? Volgens mij... Oh, hij zit er nog wel. Oké, ik dacht al. Hé, ik denk al. Wat krijgen we nou dan? Oké, weet je wat we doen? Ik kan hier wel... Oeh, dit is leuk. Dit is leuk. Dit is nieuw. Dit is namelijk gratis. Ja, ik ga sowieso voor die heavy shotgun. Give me that, ouwe. Gratis shotgun. Give me that. Ik vind het echt chill, man. Dat je gewoon gratis shit kan krijgen. Boom! All day. Geluk. Oké, die kerel zit daar. Ja, ik ga... Weet je? Ja, ik kan hier wel helemaal blijven fighten, jongens. Maar dat heeft geen zin. We moeten sowieso naar de safe zone. Een beetje edit oefenen. Kan altijd. Even tussen... Ja, oh, snert, jongen. Die kerel zit daar... Ja. Hij moet sowieso naar mij toe, een beetje. We moeten allemaal naar die Cezanne toe.
Oh, ik hoor de hele tijd rare geluiden, man. Het lijkt de hele tijd alsof ik iemand hoor. Ja, flikker op. Ja, ik kan wel de hele tijd hier gaan fighten, maar ik ga gewoon maar naar de zee naartoe. Ik denk dat dat wat slimmer is. Alrighty then, let's go to the crater and let's weg, alligator. Ja, chill man. Alright, we gaan gewoon hierheen. Zitten we alweer safe, we hebben ook nog een launchpad, dus hey, het komt helemaal prima. 6 killetjes al jongens, dus daarom, we gaan niet overhaast kills willen oppakken, aangezien we er al best wel wat hebben. We nemen wel even zo'n kanonnetje mee hier, hè. Even afgevuurd worden dan, huppakeetje. Even zien, bam! Let's go, kut, het gaat iets te... Oké, dit gaat niet helemaal zoals ik wil. Fuck, we moeten een stukje naar links! We moeten het... Oh, ik weet niet, hè, ik kan eens kijken. Oh, dat ziet hij... Wat hebben we leuk, let op hè, let op. En die AK is zo lekker accuraat natuurlijk. Map. Map. Wat is hier? Map. 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 What the fuck is deze guy aan het doen? Map. Map. Lol. Hey, GG gast. Hey, dankjewel voor je shield weer, hè. Zo relaxed dat je shield krijgt van kills. I love it. Dat is echt een goede update, man. Ik ben er nog steeds gewoon vol op... Nou, ik ben er gewoon totaal niet op tegen dat je shield krijgt van kills. Ik vind juist wel een soort reward. Dan gaan juist weer mensen wat, natuurlijk wat meer voor de kills, hè. Dat is slim over nagedacht. Ik zeg je eerlijk. Dan hou je er wat spanning in de game. Wat meer... Hoe zeg je dat? Wat meer snelheid in de game of zo? Ja, ik denk... Ja, dat... Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ga gewoon wat meer mensen voor de kills. Dus je krijgt minder campers. Dat is relaxed. Tenzij als je natuurlijk full shield hebt. Ga dan steeds niet mensen echt meer pushen. Maar oké. Let's go man. Even zitten. 7 kills in, in de pocket. Dus dit gaat lekker. Ja weet je. Ik ga gewoon met de launchpad. Ik kan niet tegen dat ik zo stuk moet lopen. Van een berg af moet lopen. Dat is helemaal niks. Daar gaat ook iemand launchpad. Alright. Via waar ging die kerel dan? Had hij toevallig een launchpad hier geplaatst of zo? Ik heb er nog één. Wat? Bep. Oh sorry Akos. Bro. Kijk goed om je heen vriend. Wie zat te schieten? Kut, daar wordt nu mijn loot genakt. Wat kriegen we nou dan? Ik kill die knaap voor je. Bep. Oh my god. Oké, nu ben ik echt aan het hacken. Sorry, ik moest heel even... Ja, nu heb ik mobmenu aangezet ofzo. Batman. Bep. Sorry, ik zeg het te vaak. Hier een hit. Doei. Got him. Niemand komt daarmee loot. Ja, die kerel dacht van even, ja, die kerel gaat dood voor mijn neus. Die prik ik even de loot mee. Dacht er niet, vriend. Dan kom je aan mij, krijg je met mij te maken, zeg maar dan. Alrighty then, even zien. Zit daar iemand? Dat kan best hoor. Even door zo'n spleetje kijken. Ho, ik stoot mijn neus aan. Wacht, ik moet het even weten. Oké, nee. Ja, dan weet ik het in ieder geval, weet je. Alrighty then. Oké, even zien. Wat ligt hier nog voor loot wat wij kunnen gebruiken? Ik denk niet zoveel. Oké, wat houdt? Iemand pusht alweer. Hier wel gezellige boel, man. Ik zeg je eerlijk. Ik bouw me heel even in, hoor. Even... Hou het selecteerd. Dankjewel. Oh, die guy zit ook weer knijt hoog. Ik heb een launchpad. Ik ga gewoon denk ik naar de safe toe. Laten we dat doen. Er zijn twee guys. Een grape maker. Iedereen komt hierheen, gast. Yo, de groeten. Mazzel, safe zone. Ik ga lekker op de berg zitten. Skirt, skirt. Ja, die kerel is niet van me af hoor. Holy shit, die raakt me ook weer even. Bep. Ja, nou gaat die kerel hem loot hoeren houden. Oh nee. Die is weak. Ik snipe echt wel lekker vandaag, man. Dat gaat wel goed. Oeh, dat is niet zo slim van je. Oh, ik had hem kunnen snipen als ik niet moest reloaden, gast. Kan ik hem nog steeds even zien? Wacht. Okay, fuck it. Ja, we zitten hier safe, man. Ik blijf hier even zitten. Die kerel die ik vol had gesniped net is denk ik wel echt helemaal weggegaan. Oeh, daarachter wordt ook nog gevolgd, man. Op de berg. Ik kan het net niet goed zien. Kop! Ja, oké, chill. Even trap selecteren, dank u wel. Deze guy is wel ready voor een fight. Oh, gewoon op het gokje. Je weet maar nooit. Zou ik deze keer... Even zien. Let's go! Get him, ouwe! Oh, lekkere edit. Zie, ik moet gewoon wat meer de tijd, wat meer rust nemen in mijn edits, man. Gewoon wat... Ja, dan ziet het er maar even wat slomer uit dan normaal. Maar als ik het gewoon op deze manier een beetje ga oefenen, dat is wel slim, denk ik, man.
De kerel staat ook weer even vol een sniperkogel hierheen te werpen. Waar zit die gast trouwens? Even zien. Oh, daar. Oké, okay. Oh, chill. Hebben we launch pad? Kut. Nee. Oké, okay. Ik moet even een beetje hurry. Hurry up, hé! Nou moeten we even ervan tussen gaan. Dit is niet van mij. Kut. Oké. Ja, laten we gewoon lopen weer naar de safe zone. Dit gaat wel lekker. 10 kills al in de broekzak, jongens. En we hebben nog gewoon letterlijk 6 man te gaan. Dat is wel veel. Daar kunnen we misschien nog wel wat kills op pakken. En deze guy zit daar lekker te campen. Ja, zoei. Massal, vriendje. Wij gaan lekker naar de safe zone toe. Dat is wel één ding wat ik zeker weet. Alright, 7 kills. Oké. Okay. 7 mag je mee, bedoel ik. Ah, oké. Okay. Ja, 16 kill game. Dat lastig, maar het is te doen, hè. Het is te doen. Dan moeten we iedereen nu wel gaan killen die er nu nog over is. Dus dat wordt hem waarschijnlijk niet. Maar we kunnen altijd een poging wagen, you know. Oké, okay, even zien. Zit hij hier? Ik hoor echt... Ik weet niet of dat mijn gehoor is of dat het de spanning is of zo. Maar het lijkt de hele tijd alsof ik mensen hoor lopen, man. Dat is echt raar. Oh. Als iemand zo stil staat, dan wil je hem toch gewoon even een sniperkogel heen werpen. Oké, okay, die kerels zijn lekker aan het fighten, hè. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon deze berg op. Hartstikke dom dat die kerel daarboven daar weg is gegaan. Want dat is echt de perfecte plek. Ik weet niet trouwens of hier iemand in zit. Nee dus. Ik wou zeggen, daar komen we op één manier achter. Of hij zit hier onderin. Nee, ik wist het. Ik hoorde een kogel en ik dacht... Oh ja, die is voor mij. Die is voor mij. Oh my god. We zitten in ieder geval safe. Chill. Oh, jammer dat ik die kerel daar niet had gesniped, man. Oh, die had ik echt kunnen hebben daar. Oké, okay, we weten nu wel dat daar ook iemand zit. Ik ga alsnog die de berg even hierop. Even achter me bouwen, je weet me nooit. En weer. En weer. Chill. Alright. Oké. Okay. Alrighty then. Oké, okay, daar zitten mensen. Oh, dat doe ik niet nog een keer. Die kerel heeft mij door. Oké, okay, daar zitten 2 guys. Die was heel scheef. Waar zit die gast dan die me net snipte dan? Oeh, daar ligt wel zo'n bal. Die moet dan daar ergens toch lopen? Bij de mijn misschien ergens? Hé, ik werd net vanaf daar toch beschoten? Oké, ik moet heel even kijken waar die gas loopt hoor. Dan kan ik hem misschien even zien vanaf hier. Die guy zit sowieso daar. Hé? Ik hoorde toen ik net gesnuit werd die kogel vanaf noordwest komen. Maar ik zie helemaal niemand lopen. En dat zit toch wel even een beetje dwars of zo bij mij. Oké, we zitten nog steeds relaxed. Of niet eigenlijk meer. Bep. Oh, jammer. Oké, daar gaat hij. Hé, waar zat die kerel dan? Waar is die gast nu heen dan? Oké, die gaat daar zitten. Alright, 1, 2. Ik dan 3. Er moeten nog veel meer zijn hoor. Sorry hoor, maar ik wil heel even een beetje weten waar mensen zitten. Misschien loopt hier nog iemand dwaald rond. Nee, zit ook niemand in. Iedereen zit denk ik een beetje daar, man. We moeten sowieso naar het noorden gaan zometeen. Oh, dit wordt echt chaotisch, man. Want er komt iemand vanaf daar. Daar zit er iemand al safe. Oké, ik blijf gewoon hier even zitten, jongens. We kunnen even vanaf hier gewoon mensen aanzien komen. Yo, die kerel maakt een toren, gat. Even die boom weghalen daar. Iedereen gaat nu dood. Er gaan heel veel mensen dood nu. Oh, zoals die guy. Killsteal, bro. Die gaat landen daar. Die gaat nu snipen, let op. Of niet, oké. Okay. Ik blijf nog steeds hier zitten, jongens. Een beetje campen. Oh god, ik moet alleen niet gesnijd worden. Dat is het enige valkuil bij mij. Hij gaat weer terug. Oké, okay, die gaat... Oh. Ik moet gaan lopen. Fuck it, let's go. Oh jongens, dit was nog best wel een close fight. Ik zeg je eerlijk, zit hier nou niet iemand? Nee, oké, okay, er gebeurt niks. Oké, okay, naar de safe zone toe jongens, let's go. Ik moet even wat hout hakken. Kut, die kerel zit net niet op één... muurtje, anders had ik dat hele ding naar beneden gehaald. Toch ga ik hem pushen, fuck it. Zo, we gaan lekker bij hem zitten. Hallo vriend. Oké, okay, iemand is weer gesniped, oké. Okay. Bep. Hoppakee, nog één. Let's go man. Oké, okay, dit gaat lekker gast. Oké, okay, nog 2. Hier zit iemand. Oké, okay, let op. Ik doe het gewoon zo. Oh, deze guy is zo vervelend. Die gast heeft een hele toren gemaakt. Oké, okay, we moeten het gewoon maar zo doen. Hij zit boven mij. Volgens mij. We moeten weer gaan lopen, jongens. Hij zit achter mij. Die kant moet op. Oké. Okay. Oh, dit wordt nog een spannende gast. Ik pis bijna echt serieus in mijn broek. Oh, als ik hem daar had, jongen.
Versnijpen, snel reloaden, kom op, kan dat? Kut. En rennen. Oké, jongens, ik ben heel even stil hoor, spijt me. Oké, ik ga lekker op jou zitten. Dat klinkt trouwens heel fout. Nog steeds niet safe. Jeetje, hoe ver moeten we? Ik heb bijna geen match meer. Holy shit. Ik heb geen match. Oh my god, dit gaat bijna fout. Ik heb geen match meer. Oh, leuk. Hoe gaan we dit doen, jongens? Fuck it. Op een muurtje. Let's go. Oh my god. Geweldig, gast. Oh, dit einde. Ik heb nog steeds geen match meer. Oh my god. Ik heb gewoon zoveel. Ik tril echt overal, gast. Wat een game. Oh, shit. Gast, 13 kills. En deze game was insane. En dat rijmt ook, jongens. Holy shit, wat een spannende game. Echt super dik, jongens. Holy shit, jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als je deze video leuk vond, vergeet niet zeker even een blauw duimpje omhoog te doen. Dat zou super dope zijn. Kunnen we de 2000 likes halen? Dat zou in ieder geval super sick zijn, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om natuurlijk op de hoogte te blijven van mijn nieuwe video's. Dat zou super sick zijn als je dat doet. En dan, jongens, bedankt voor het kijken. En ik zeg tot bij de volgende video, jongens. Dag.